spreken met Wesley van Bellen na de verloren wedstrijd tegen Eulen met 0-1. Wesley, het bleef tot het einde spannend, maar het heeft niet mogen zijn. Een dom doelpunt heeft eigenlijk beslist. Ja, dom doelpunt inderdaad. Een beetje ongelukkig, even een verdwaalde voorzet die binnenvalt. Valt ook al vrij snel in de wedstrijd, wat jammer is. Want ik denk als we langer de doel kunnen houden, dat hun een beetje onrustig gaan worden. Dat alleen maar in ons voordeel zou zijn. Maar bon, een beetje gemengde gevoelens. Hè. Het is jammer dat we dan zo snel achter kunnen, maar ik denk dat we daarna wel een aantal mooie dingen hebben laten zien. Zeker de tweede helft, dat we ze onder druk zetten. Dat we toch een aantal halve tot zelfs hele kansen hebben gecreëerd. Als die een afgeweken bal of die kopbal van John binnengaat, wil ik dat wel zien, hè, als je die verlenging gaat. Maar bon, aan de andere kant heeft Xavi ons ook een keer of twee, drie echt wel recht gehouden op belangrijke momenten. Maar ik denk dat alles aanwezig was vanavond om er een mooie bekerwedstrijd van te maken en dat we dat ook hebben gedaan. Dankzij de supporters ook die toch talrijk aanwezig waren vandaag en voor een mooie sfeer hebben gezorgd. Dus een mooie avond, jammer van het resultaat, maar ik denk dat we wel een goed gevoel meenemen na vandaag. Ja. Tegen de revelatie uit de Jupiler Pro League is de verdediging toch eigenlijk nog relatief weinig in problemen gekomen. Ja, klopt. De keren dat ze zijn doorgeraakt, stond Xavier daar. En we weten dat we iemand betrouwbaar in doelen bestaan, dat er op de beslissende momenten dan is voor ons. Maar dat klopt. Ik denk niet dat we heel veel hebben weggegeven. Zeker de eerste helft, buiten hun voorzet, had hij dat dan een beetje ongelukkig binnendwarreld. Ik zeg, het is jammer dat je met zo'n doelpunt moet verliezen. Als je net gespeelde kans of zo tegenkracht, dan zeg je van het is de verdienste van de tegenstander ook. Maar nu is het een beetje een lucky goal, dus dat is toch zuur om te accepteren. Maar bon, het is niet anders. We hebben jou in enkele rushes gezien, de lijn afgegaan, goede voorzetten gegeven. Je voelde je niet zelfs vandaag? Ja, dat is een positie dat me wellicht. Ik heb ervaring van bij Cercle in de tijd, het jaar dat we kampioen zijn gespeeld, hebben we ook heel veel dat systeem gespeeld met zeg maar een vijfmansverdediging, waarbij de flankverdedigers, dus Mike en ik zelf, veel ruimte en vrijheid krijgen om zich uit te leven, niet alleen aanvallend opzicht. Dus dat ligt me wel. Ik vind dat wel leuk, die vrije rol. En ik voel me wel goed in dat systeem. Zaterdag komt Tess. Jullie kunnen de leiders bijhouden? Ja, het zit allemaal nog vrij kort op elkaar. Wedstrijd winnen is onmiddellijk aansluiting. Eentje verliezen is een klein gatafval. Dus, maar ja, ik hoor enkel positieve dingen over Tess. Ik heb zelf nog nooit tegen hun gespeeld. Er zijn sommige ploegen van deze reeks dat ik zelf nog nooit tegen heb gespeeld. Maar ik hoor wel veel positieve dingen van andere jongens. Dat het gewoon een heel goede ploeg is. Een van de betere in deze reeks. Dus ik denk dat we voorbereid moeten zijn en dat we klaar moeten zijn om een moeilijke wedstrijd tegemoet te gaan zaterdag. Je bent de Nestor van de ploeg, heb ik vernomen. Maar ik hoor dat je nog heel gedreven bent, dat je dagelijks een van de mannen bent die altijd in de fitnesszaal te vinden bent. Ja, dat klopt. Ik ben de oudste van de ploeg, alhoewel ik me nog niet de oudste voel. Maar het is wel zo dat ik zeker de laatste jaren met ouder worden en verder dat je gaat in je carrière, besefte wel dat je eigenlijk moet verzorgen. En het is het mooiste wat er is. Ik wil het zo lang mogelijk doen. Dus ik ben daar zeker de laatste 5-6 jaar toch enorm fanatiek mee bezig om mezelf echt goed te verzorgen op dat gebied. Qua voeding, slaap, fitness, al die zaken. Ik wil zo lang mogelijk, zo fit mogelijk blijven en op zo hoog mogelijk niveau kunnen meedraaien. Ja. Zijn er jeugdspelers die jij ziet die van jou dingen oppikken? Er zijn er af en toe al een aantal die dat ze wel eens waar altijd hebben gevraagd of een aantal tips vragen en zo. Dus dat is altijd wel leuk als je ziet dat bepaalde jongens dat wel oppikken. Of dat je ze zo op die manier positief kunt beïnvloeden. We zijn blij met iemand zoals jij met zoveel ervaring in onze ploeg. En we hopen dat je dit seizoen ons dat nog veel kunt laten zien. Dat we nog veel van jou kunnen genieten. Dank u, dat is vriendelijk.